Alexander, leuk dat je er bent. Waarom ben je erbij vanavond? Ja, ontzettend leuk om hier te zijn. Ik ben hier om te kijken naar alle sportprijzen die worden uitgereikt vandaag. Midden-Groningen heeft ontzettend veel goede sporters, ontzettend veel goede sportclubs. En ik vind het heel leuk om te zien hoe die eens een keer in het zonnetje gezet worden. En om eens te spieken wat voor talent hier in onze gemeente rondloopt. Hoe is de sfeer? Nou, dat is volgens mij heerlijk. Moest kijken wat een dynamiek. Ja, ze hebben nu net pauze, anders komt het naar achteren verwijzen. Maar het is een heerlijke sfeer vanavond. De sfeer zit er goed in. Er is een goede opkomst. Het is nu pauze, dus mensen lopen nu allemaal weer even rond. Maar we hebben een mooi voorprogramma gehad, hè, voor de pauze. Een mooi tafelgesprek gehad met sporters, jonge sporters en ex-sporters. En dan gaat het wel een beetje leven van hoe ziet die sportwereld er eigenlijk uit? Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Wat moet je ervoor over hebben om tot de prestatie te komen, om wereldkampioen te worden enzovoorts? Dus dat geeft wel een hele mooie impressie. En ik hoop dat het ook inspirerend is voor de mensen die in de zaal zitten en die zelf ook met hun sport bezig zijn. En uiteindelijk hebben jullie ook een prijs gewonnen. Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, zoals we al eerder hebben verteld, het is een hele eer om het te winnen. Want het is toch niet zo even iets, zeg maar, van Midden-Groningen. Dus we zijn naar iedereen die gestemd heeft, sowieso de jury, eigenlijk heel dankbaar dat we dit hebben mogen winnen. Ja, zeker. Ja. U bent directeur en bestuurder van Huis voor de Sport Groningen. Wat is uw rol vanavond? Nou, ik mocht vanavond de prijs voor sporttalent uitreiken. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie prijs. Want daarmee kan je als gemeente natuurlijk laten zien welke talenten je in huis hebt. En het waren genoeg toppers en zijn allemaal hartstikke jong. Dus vol ambitie, dus dat is mooi om te zien. Sowieso door mijn aanwezigheid wil ik ook even onderstrepen hoe belangrijk we het als gemeentebestuur ook vinden. Ik ben ook een lid van de jury geweest, dus dat is ook een stukje betrokkenheid. Ik ben zelf ook een enorme liefhebber van sport. Ook wel passief om te kijken, daar kijk ik ook wel graag naar. Maar ook erg actief. Ik heb vroeger veel aan schaats gedaan, motocross. En ik doe de laatste jaren meer aan racefiets. Ik doe zelfs mee met het Nederlands kampioenschap voor wielrennen voor burgemeesters. Dat bestaat ook nog. Dus ik ben sowieso een liefhebber van sport. Nou, dan is het ook mooi om zo'n avond bij te wonen en ik mag ook een paar prijzen uitreiken. Dus vandaar. Waarom vind je het belangrijk dat de gemeente Midden-Groningen hier zo bij stilstaat en zoveel aandacht aan besteedt? Nou, sport is gewoon op zichzelf heel erg belangrijk. Ik studeer geneeskunde en ik weet hoe belangrijk het is dat we met elkaar in beweging zijn. Juist voor jongeren, maar juist ook voor ouderen is het belangrijk om in beweging te blijven. En is het dus ook belangrijk om gestimuleerd te worden om te bewegen. En ik denk dat zo'n sportverkiezing mensen wel aan het denken zet en mensen wel stimuleert om dus ook te gaan sporten en in beweging te blijven. Dus ik denk dat dat daarom heel erg belangrijk is. Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel erg belangrijk omdat we met elkaar laten zien van hey, wij hebben als gemeente ontzettend veel goede sporters. Daar zijn we trots op en dat stimuleren we. Dus als je het in je hebt om een topprestatie te leveren, doe dat dan. Ga ervoor en wij staan achter je als gemeente.